Nergens meer blowen in Rotterdam. Op geen enkele straathoek, park of skatebaan. Het CDA heeft sowieso liever dat er niet meer geblowd wordt in Rotterdam. Maar als het dan zo nodig moet, dan alleen thuis of in de koffieshop. Het lijkt een verkiezingsstuntje van de nieuwe lijsttrekker van het CDA, maar niets is minder waar. Volgens Tempel is het zelfs een van de pijlers van de partij. Het is een typische klus voor stadstoezicht en ook de politie om dit te handhaven. Dan krijg je een bon. En als je, het is net als fietsen zonder achterlicht. Als je dat een keer meegemaakt hebt, dan weet je voortaan dat dat niet kan. Ja, maar hoe gaat het dan gehandhaafd worden? Want het lijkt me moeilijk om iedere blower op straat een bon te geven of aan te pakken. Nou, zo moet het toch gebeuren. En daarna ontstaat er pas echt een proces wat wij belangrijk vinden. Want dan gaat er vervolgens gewerkt worden aan het voorkomen van toekomstig blower. Dus zeker scholieren die op blower gepakt worden, daar gaan wij vervolgens met de stadstoezicht naar de ouders. Dat vinden wij dat stadstoezicht naar de ouders toe moet. Komt er een goed gesprek of waar moet ik dan aan denken? Ja, de bon is al gegeven en dan vervolgens komt er een goed gesprek waarin wordt uitgelegd dat softdrugs veel slechter voor je zijn dan veel mensen denken. In de gemeente Albrandswaard gingen in 2007 al stemmen op om een geheel blowverbod in te voeren. Maar dit bleek later niet haalbaar. De gemeenteraad kwam ervan terug en besloot zogeheten hotspots aan te wijzen waar absoluut niet gebloot mag worden. De ervaringsdeskundigen in Albrandswaard denken dan ook dat het plan van Tempel niet haalbaar is. Het grootste probleem blijft natuurlijk de handhaving. Als je heel een dorp heel Rotterdam bijvoorbeeld zou zeggen van we zetten die borden en daar gelden de regels voor. Ja, dat werkt dus niet qua handhaving. Maar het CDA trekt zich van dit advies weinig aan. Als het CDA aan de macht komt, dan is het over met het geblow op straat en krijgen we na de verkiezingen een geheel nuchtere kijk op de Rotterdamse problemen.